Dit is een bespreking van het derde stukje van paragraaf 12 van boek 23. Aan het woord is nog steeds Hanno. Hij heeft net tegen Himilco gezegd dat hij liever een vrede met de Romeinen wil, zeker nu de situatie zo gunstig is, dan voortgaan met de oorlog en Hannibal versterkingen sturen. En daarom dus, zegt Hanno, is daar die dingen daar, die zojuist Mago letterlijk gegooid heeft, dus voor onze voeten heeft gegooid, waarover die heeft opgeschept. Die zijn vreugdevol, die dingen die Mago net gezegd heeft, die zijn vreugdevol al, nu al, voor Himilco en de andere van Hannibal satellieten, handlangers is dat. Ons woord satelliet komt er uiteraard vandaan. Mihi, in tegenstelling tot Himilconi caeterisque satellitibus, voor mij, possunt, kunnen zij, dus die dingen die Mago net gezegd heeft, die kunnen vreugdevol essen zijn, omdat, en dan het onderwerp res bene gestae, letterlijk zaken die goed gedaan zijn in de oorlog, ik heb vertaald behaalde successen in de oorlog, dus ook voor mij, zegt Hanno, kan dit vreugdevol zijn, omdat successen in de oorlog zullen geven, dat is de persoonsvorm waarvan die res daar het onderwerp is, zullen geven, nobis, aan ons een vrede die aequius, rechtvaardiger, gunstiger is. Als we succes hebben in oorlog, zegt Hannibal, of Hannibal, Hanno, dan kunnen we een gunstigere vrede bij die Romeinen afdwingen. En dat zegt hij ook in het tussenzinnetje. Zie als wij willen, uti, utor is een deponens met de ablatives gebruiken. Als wij willen gebruiken, benutten, en daar staat die ablatives. Als wij ons geluk willen benutten, dan zullen die successen van Hannibal in de oorlog, die zullen ons een aequiorem pacem, een gunstigere vrede geven. Want als, nam si, praeter mittibus, wij laten passeren, als wij voorbij laten gaan, dit tijdstip, waarop, meer dan, waarop wij kunnen schijnen, staat er letterlijk, waar, dit moment waarop wij de indruk kunnen wekken, de vrede meer te geven dan te ontvangen. Dus nu kunnen wij zeggen, wij staan jullie, beste Romeinen, vrede toe. En in plaats van, als je straks de oorlog verloren hebt, lijkt Hanno te zeggen dat we dus de vrede moeten accepteren. En dat is natuurlijk wat de lezer van Livius al weet dat uiteindelijk gaat gebeuren. Dus als we dit moment, zegt Hanno, voorbij laten gaan om een gunstige vrede te sluiten, verior nee, verior is een deponens wat bang zijn betekent. Na werkwoorden die bang zijn betekenen, betekent nee altijd dat. Dan ben ik bang dat haec latitia, dat deze vreugde, dat ook deze vreugde, luxuriet voor ons, zal ontaarden voor ons, dus tot luxe zal worden voor ons, en dat die vreugde axta en staat daar, en dat die vreugde eva dat, ook een conjunctief is afhangend van nee, net als luxuriet, en dat die vreugde van ons, dat die uit zal lopen, ijdel betekent zoiets, zonder resultaat, dat die vreugde van ons nu geen resultaat zal hebben.